terug. Straks onder andere de grap van Frits en van Gaston. Maar nu eerst echt een onvervalste wraakactie. Michael, jij bent de aangever in dit geheel. Dat klopt. Wat, voor wie is de grap eigenlijk bedoeld? Met wie wilde jij een grap uithalen? Ik wilde de grap uithalen met mijn oom, ja? Kees. En waarom? Hij is echt de klang van de familie. En ja, zoals je hem al ziet, dan... Ja? En ja, daar moest gewoon een grap mee uitgehaald worden, dus... Vandaag. Maar in welk opzicht is hij de klang van de familie? Haalt hij zelf geintjes uit of iedereen in de maling nemen? Of... Ja, hij is gewoon grappig. Hij is gewoon grappig. Ja. Ja. En je had echt wel een behoorlijke... Ja, u hoort het thuis. Michael probeert het nu al goed te maken. Ja. Maar dat lukt niet. We lokten Kees naar een loods waar hij de elektriciteit moest installeren. Maar langzaam maar zeker realiseert onze Kees zich... dat het toch wel hele bijzondere plantjes zijn. De pittoreske velden rond Etten-Leur. Zo kom je erin. En ik zeg het maar vast, zo kan je er weer uit. We gaan de boel weer in het ootje nemen daar. Even de cast voorstellen... De hoofdrol hier is voor Frans, de regelaar. Richard de Tuinman komen we straks nog tegen. Het gaat heel super. Zo. Dat moet ik eens nooit meer zien, denk ik. En daar komt slachtoffer Kees. Die heeft er zin in. Wil jij koffie? Ik heb een zin in. Okay. Wat heeft het nou met koffie te maken, joh? Dat hier kan het hangen. Kijk, het is, volgens mij is het heel simpel zo. Ja, denk je dat het lukt? Ik heb 4 enkele stopcontacten bij. Ja. Kees is elektricien. Zijn baas zit ook in het complot en die heeft hem hierheen gestuurd voor een routineklusje. Ja, kom maar, joh. Kom maar. Kom maar nog even. Ja. Nee, dit is voor het eerst dat ik mijn eigen dingetje doe. Samen met hem, met die maat van me. Ja, wat ga je nou doen dan? We gaan tropische planten kweken. Oké. Okay. Ja. Ben jij een beetje groene vingers? Ja, ik ben wel een tuinier. Ja? Ja, Kees is een veelzijdige professional. Hoe vaak moet ik ze water geven, weet jij dat? Of is het, ja, moet dat zijknat zijn of is dat gewoon echt... Ik denk dat tropisch de vochtigheid een belangrijke rol speelt, hè? Dus we zouden hier een vernevelaar of zo moeten hebben of iets? Ja, of... dat denk ik, ja. Ja. Als je, moet je maar eens een keer kijken bij dingen in de dierentuin in Erden. Dan heb je ook zo'n tropische tuin. Met al die planten en vogels en al dat. Ja. En die vochtigheid als je daar binnenkomt, ja, die is gewoon heel hoog. Ja. Maar dat is en een goede lichtopbrengst. Ja. Dat is belangrijk, een goede lichtopbrengst. Laten we daar maar eens flink aan gaan werken. De echte vakman herken je aan zijn fluit. Wat is een aardig gebruikt jou weer? Nou, voor tropische planten moet je die ter corineë grond, of kun je precies dat hier? Nou, ik zou het even googelen. Of op internet even kijken, hè? Voor tropische planten. Hè? Wat... Ja, ik heb al wat gezocht of zo, maar het is niet zo makkelijk te vinden. Maar je hebt daar nooit gedaan met planten gewerkt? Ah, nee, niet echt, nee. Maar ja, weet je, het is een uitdaging en er zit wel geld in te verdienen. Dus waarom zou je het niet doen? Ja, hè? Ik denk dat hem al een paar goede redenen te binnen schieten. Kijk, Kees, dit zijn mijn schatjes. Straks een hoop geld opleveren. Wat moet ik ze neerzetten? Ja, zet ze eerst maar even neer, joh. Dan moet... Ja, hè? Kees hoort de celdeur al achter zich dichtvallen. Maar die geur die er vanaf komt, is echt helemaal top. Helemaal lekker. Blijven fluiten, Kees. Blijven fluiten. Hey. Kijk, dit ziet er wel mooi uit. Hebben we dit nog nodig dan? Hè? Hebben we dit nodig? Nou, dat weet ik niet zeker, maar we hebben het, dus. Ja, is heel plofje. Shit, dat zijn heel wat meer dan 4 stopcontactjes. Ja? Ja, dat weet ik, maar je kan nu even niet vrij praten. Jawel, jawel, jawel. Ik heb dit eerder gedaan, jongen.
Die buurt die merkt niks. Dat is simpel goed. Ja, maar luister nou even. Dit is toch veel beter dan dat geklooi op die kleine rotzoldertjes. Hé, hey, het is wel goed zo, hè, nu? Ja, nou, dag, ik ga je nu hangen. Geen tijd voor. Ja, dag. Kees zoekt de nooduitgang. We doen er nog een schepje bovenop. Laat ze baas maar even bellen. Marcel. Hoi, Kees. Hoe is het? Ja, dat vertel ik jou nog wel. Wat bedoelde? Ik ga niet uitkomen. Maar ik ga alleen met... Ik kan het toch wel even vertellen? Wietplanten, wietkwekerij. Dat meen je niet? Ja, die gaan ze opzetten, dus. Maar je wint toch niet één, zeker? Ja, toen het wietrajeertje kwam, want ik kreeg een telefoontje, dus... Maar ja, goed, we zien het wel even. Laat maar niks merken, hè? Want... Het zijn wel hele goede klanten van ons, hè? Ja, nou sta ik hier. Gewoon je werk doen, geen probleem. Kees, kun jij eventjes helpen? Gewoon je werk doen, Kees. Geen probleem. Ik vind hem nu al heel erg leuk. En ik heb van tevoren gezegd, toen ik aan dit programma begon... niet te ver en niet over het randje en niet te gemeen. Maar nee, dit is echt wel op het randje, hè? Dit is aardig op het randje, ja. Ja. Want het gaat nog door en dan komt nog politie aan te pas. Kees, je bent er vol in gegaan. Ja, daar komt wel bij kijken zo. Ja, hè? Ja, dat verwacht je niet, hè? Maar ik zie jou kijken. Ja. Wat gaat er dan in dat koppie om? Zal ik wegrennen, blijven staan, rustig blijven? Je weet even niet wat je moet doen. Nee? Je denkt van, ga ik naar beneden en ik mag dat ik wegkom? Of ga ik het toch afwerken? Ja, als de baas belt. Ik ben voor de baas aan het werken, dus ik ga maar door, ja. Dan moet je door. Dat bedoel ik. Kees. Kees, kun jij eventjes helpen? Ja, Kees, het zijn hele goede klanten. Hoe gaat hij naar beneden? Dat durf ik ook niet. Ja, ik laat vast het op. Ja, maar dan red ik het niet mee mijn werk, hoor. Cue de smaakpolitie. Oh, weet je dat? Waar moeten ze staan dan? Nou, zet hier maar neer, joh. Kijk. Ja. Hier. Goedemiddag. Goedemiddag. We zoeken de eigenaar van de garage. Ja, dat is hij. Dat is Kees. Aangenaam. Is het een tuincentrum of zo? Ik heb het. Bent u de eigenaar van de garage? Ik weet niet wat ik zeg hier. Een pijpje op leggen. Nou, wat doet u hier dan? Stop de pijpen al leggen. Maar als u met elektriciteit bezig bent, waarom loopt u dan met een plant in de handen? Ik heb eens eventjes geboten wat ik hiermee wou verzetten. We hebben het in de rug. Ja, dat eerst, hè? Oké. Wie is hier eigenaar? Ik heb geen idee. Ik word hier naartoe gestuurd. Ik moet hier een stopcontact maken. Kijk, ik ben Kees Aerts. U bent Kees? Ja. Ik heb hier niks met hem maken. Nee. Maar u ruikt wel een beetje de marihuana, hè? Nou, ik heb niet die plant gedragen. Ja. Ja, dat is heel vreemd, hè? Als u het verhaal nou zelf voor wat u vertelt, hè? Nee, maar nee, met die twee pijpjes en dat... Draai me de rol even om, hè? Ik kom hier binnen en u vertelt mij zo'n verhaal. Wat denkt u zelf dan? Ja, nee, maar ik begreep het wel. Ja, ik kom hier binnen. Ja. En wat zie ik? Ja, u ziet mij lopen met je plant en twee pijpjes. En wat was dat voor een plant? Ja, een wietplant. Nee, maar ik heb ook voor de rest niks mee te maken, hoor. Nee, maar dat horen we natuurlijk dagelijks, maar als we tegenkomen, hè? Ja. Ja, dat is overduidelijk nou voor ons wat hier aan de hand is. Ja, nou, ik heb toch gezegd dat het is? Deze ben je gewoon aangehouden, handen mee, meelopen. Rot op. Meewerken, op twee manieren. Kom, ik heb er niks mee te maken. Nee, stop. Ik ook niet meer. Ja, meldkamer meegekregen, ik heb nog minst één heen erbij. Hoofd aan de kant. Benenwijd. Hoofd naar rechts. Nou, Kees, daar ga je. U blijft daar gewoon staan. Op bureau gaan we het wel even uitzoeken. Op je knieën blijven zitten. Rug recht. Ja, ben je rustig of niet? Oké, dan gaan we alleen voor de opening wet en laten we geweld naar buiten. Dacht je even een paar stopcontactjes aan te moeten leggen? Ben je opeens de hakkelaar geworden? Jezus, hé, we gaan erheen. Wat is dit? Zeg, het is leuk geweest. Hij is door de knieën. Laat de echte schuldigen maar binnenkomen.
verborgenkamer ontsnappen mee. Ik vind het wel een heel leuk grapje. Ik vind het heel leuk. Kun je zwaaien? Ja, nou, dat schijnt mij ook, Marco. Ga naar huis. En bedankt je wel. Leuk was hij. Met boter en suiker erin, hè? Ja. Ja, ik heb er niks mee te maken, Nens. Nee, je had ook, nee. Dit is de meest sympathieke Brabander die ik ken na vandaag, Kees. Ja. Ik vond het heel goed. Hij was op het randje, maar je hebt hem overleefd. Ja, het was hartstikke leuk. Gelukkig. Ik heb er van genoten. We doen het niet zo snel, maar in jouw geval had ik toch bedacht... ik vind het voor Kees wel moeten bedanken met een bloemetje. Dus waar zijn de bloemen?